zondag 2 januari en later vertrokken richting huis dan gepland. Maar ach, dat wisten we al van tevoren. Toen reden we net in de buurt van Breda, toen bleken we nog de vlogcamera vergeten te zijn. Dus toen konden we weer terug. Maar goed, we zijn nu in de buurt van Venlo, want komen we in ieder geval. Maar ik was inderdaad, mijn zusje die kon de hele tijd gelijk reageren op de app. Dus ik had zoiets van, gaan jullie dan nu weer naar Texel? Ik dacht dat jullie later in januari naar Texel gingen, omdat je gelijk kunt reageren steeds. En ik was het compleet vergeten dat het zondag is. Ja, ach ja. We reizen ook niet zo heel vaak op zondag. We hebben het wel eens gedaan, maar niet zo heel erg vaak. Normaal reizen we toch op andere dagen. Nee. Het is zo en we wilden echt gewoon naar huis toe. Dus, nou goed, dat was wel lachen in ieder geval. 22:45, de grens met Sebron al over en geen controle gehad meer. En de klok loopt nog een paar minuutjes voor zelfs. Dus het is eigenlijk nog een paar minuutjes eerder. Maar dat is erg lekker. Dat is nou echt handig. Het is nou zeg maar in de buurt van 10-1, 5-1 zoiets. En de M7 is dus afgesloten. Oprit naar de M7. Ja, en er staat ook geen omleidingsroute. Dus top. Regelmatig mistflowden trouwens, maar goed, dat is nog wel te doen. Maar dit schiet lekker op. Ja, de Navi erop zetten even. Ja. Ik heb geen databundel, maar ik kan hem niet vinden. Ja. Ik ga eens even kijken. We zagen er net een stukje terug trouwens nog twee herten. Aan de kant. Die bleven gelukkig aan de kant van de weg. Die gingen gauw de andere kant nog op toen ze de grote lampen zagen. Even gaan, want ik denk misschien iets sneller en een gewei ontwarren en dergelijke. Ja, ik wou zeggen, Paul die zette toch even het grote licht aan om te laten zien dat het geen zin had om het grote licht aan te zetten. Waarop we dus in één keer rest van de auto een heel groot hert hadden met een, echt een groot gewei. Een hert, dus echt een hert. Ja, gewoon een mannetje. Even kijken, hoe moeten we nu schat? Rechtsaf met de 76. Want ik zag Sala Cross die kant op. Ja, maar dat is, wij moeten niet naar Sala Cross. En Sala Comars die kant op? Rechtsaf met de weg mee. Staat er hier hoor, op de Navi. Dat zegt de Navi in ieder geval. Dat was toch bizar dat Sala Cross en Sala Comars aangegeven zitten? Ja, maar dat wel de andere kant op. Maar goed, dit geeft de Navi aan in ieder geval. Maar heel fijn dat je toch even je groot licht gebruikte. Dat kan ook echt weer niet anders dan door God zelf bedacht zijn. Dat je toch net even dat grote licht aanzet om te laten zien dat het niet handig was nu. Hè, Paul? En dat je dus juist daardoor dat het. Dat op de rotonde? Missen we allebei zagen hem. Op de rotonde. Even kijken, nee, gewoon rechtdoor zo. Ja, zo rechtdoor. Ja, zo komt de rotonde aan. Ja, 550 meter sla rechtsaf. Rechtsaf? Ja, maar goed. Of van Kees, heb je dan gewoon een weg die naar de M7 gaat? Dat weet ik. Nou, dit gaat dus niet werken, want de navigatie wil ons terugsturen. Want die denkt dat we gewoon de snelweg gemist hebben. Nee, die hebben we niet gemist, Navi. Die is afgesloten. Dus we moeten nu zelf een beetje pionieren. We hebben nu maar een Redix Zalakros. Excuus. Want Zalakros, daar weten we dat we de snelweg op kennen. Ja. Excuus, dat is echt de weg. Maar goed, we gaan dus een beetje pionieren nu. Sala Apati, dat is 5 dorpjes nog tot Sala Caros. Oké, nou dan gaan we door Sala Caros rijden. Dat is natuurlijk altijd aangenaam. Dat is altijd leuk, Sala Caros. 1 minuutje nu thuis. 15 uur en 50 minuten en dat is sowieso al een record, 10 minuten. Minder als wat we er ooit over hadden gereden en het had dus nog wat meer kunnen zijn dat PR als we niet om hadden moeten rijden, maar oké. Het zij zo, excuus wederom, want het hobbelt weer erg goed.
Altijd leuk als je van mensen kerstkaartjes gehad blijkt te hebben. Ja, die hadden we helaas niet kunnen lezen op tijd, maar dat maakt niet uit. Dus alsnog hartstikke leuk in ieder geval. 3 stuks. Home, sweet home. Vannacht was nog even onduidelijk welke katten er nou wel en niet waren op dat moment. Blackie kwam me wel gelijk al halen. En vanmorgen even een desje daar geweest. En toen ik terugkwam, Pichel mee op schoot gehad. Nadat Casey op schoot kwam zitten, wou zij ook wel. En nu zit Blackie in het raamkozijn. En Blackie hangt hier heel de tijd rond. Ook in het voorhokje, dus ik weet het niet. Ik twijfel toch of ze nou wel of niet zwanger is geweest. Ik heb het idee ook van wel, maar in ieder geval later.